ga het gas op het pedaal houden. En ik wil jullie vragen wat jullie leukste, grappigste, paasdagelijks moment dit jaar was. Ik heb hem al voor mezelf voorbereid. Oh, daarom dacht jij dat ik hier, kwijt die promesse. Precies, precies. Ik heb eigenlijk een leuk moment. En dan wil ik toch een shout-out geven naar mijn moedertje. Als je tussen de regels doorleest, dan weet je waar onze, zeker een schat van de vrouw, dan weet je waar onze studio staat. Dat is bij mijn ouders thuis. En die hebben ons de kans gegeven om dat hier te doen. En zo komt het wel eens zo dat twee werelden bij elkaar komen die eigenlijk helemaal niet bij elkaar passen. Zo stonden wij bij de release party van de Hef. En toen zag ik Cor en stond ik met hem te praten. Maar dat heb ik niet tegen hem verteld. Want ik was het gewoon vergeten. Ik dacht pas op de weg terug naar hem. Cor belde hier heel netjes aan. Mm-hmm. Want iedereen maakt altijd heel veel grap over Cor. Dit en dat. Maar Cor is eigenlijk gewoon in feite gewoon echt een hele, hele lieve gast. Heel aardig en gewoon heel vriendelijk. Mm-hmm. En hij belt aan heel netjes samen met zijn neef. En hij zegt, hallo mevrouw. En als mam, hallo. En die stond eigenlijk al klaar om het pakketje in ontvangst te nemen. Ja. En op dat moment kijkt ze, ziet ze Cor's enorme ketting en denkt ze... Oh, jij komt natuurlijk voor de jongens, zegt ze. Ja, zegt Cor, ja, dat klopt. Ja, ik kom interview doen hier. Ah, nou, dan loop maar achterom. Ja. Mijn moeder dacht dat Cor een pakket bezorger was. Ja. Dus daar heb ik echt om gelachen. Dus dat is eigenlijk mijn favoriete moment van dit jaar. Mooi. Ja, om meteen door te pakken dan. Ik heb ook wel één echt... een lachen moment. Dat was nog voor de episode met Tim Beumers. Toen Tim Beumers hier al stond. Toen kwam ik ook aan. Toen waren jullie allebei er nog niet. Stond jij volgens mij... Jij kwam later aan. Stond ik met Tim Beumers buiten te wachten. Want de pot was weer op slot. En toen was buiten echt kut weer, weet je wel. Dus wij stonden met ze... Nou, uiteindelijk kwam jij er ook aan. Stonden dus jij, Tim en ik stonden buiten te wachten. En toen kwam een gegeven moment jouw vader. Jossie kwam uit de poort gelopen. Ja. En Tim ook gewoon van, ja, die zei eens van, oh, hoe is het of zo? En die maakte echt een, ja, precies zoals jullie pap dat kan doen, een opmerking over het weer, weet je wel. Snijdend een beetje, van, weet je wel. En dus Tim zegt, ja, hier hou ik van. hij ging er gewoon meteen op in van, ja, dit vind ik gewoon mooi. En Wat zei hij dan? Het is jammer dat ik de precieze woorden niet meer kan terughalen, maar het was... Ja, gewoon een beetje sterren. Een beetje, weet je wel, van godverdomme kut weer of zo. Iets in die trant, weet je wel. Zoals jullie pap dan kan zeggen. Ja, mooi. Tim lachen. Mooi. Ja, ik moest ook lachen. We hadden gewoon schik. Dus dat is, vond ik leuk. Nou is de vraag van naar mijn mooiste moment. Alleen ding is, jullie hebben allebei momenten die niet in de podcast gebeuren. Nee, maar daarom is het leukste, het grappigste moment voor mij. Maar inderdaad, jij kan hem wel gewoon even veranderen. Ik heb een beetje moeite ermee uit, man. Ik heb een beetje moeite met mijn mooiste moment kiezen. Nou, van in en omtrent de podcast. Ik moet zeggen, waar je net... Oké, okay, nee, makkelijk. Halen, nee, ja, ik wens je, ja, laat ik bij die vorige. Mooiste moment, zeg maar, van om een podcast gerelateerd van ons, vind ik uit eten met Rotjoch. Ja, ja. Zeker. Is, zeg maar, eigenlijk zijn er zo heel veel gesprekken die je gewoon kan noemen buiten de podcast. Maar met Rotjoch moet je even lekker hapje eten, wijntje drinken bij het pumpje hier. Gewoon bij ons in town, dat is... Is gewoon sick. Ja, is legendary. Ja. Voor mij is het oprecht is legendary gewoon. Behalve of je nieuw was. Gewoon kunnen praten over de game, praten over industrie, praten over letterlijk van alles en nog wat. En gewoon lekker zitten eten en wijn drinken en dan nog een bastonje parfait naar binnen werpen bij Pumke. Ja, lekker man. Dat ga, ja, was heel tof. Dus, tof inderdaad. Dat is het mooiste moment. Oh, right, jongens, dan gaan we snel door naar de volgende categorie. Dat is het talent / het rookie van het jaar. Rookie of the year. Maar, you're talking daarbij, about rookie of the year. Maar daar hoort natuurlijk iets bij, want Wout... You know, I'm not really a newcomer though. But I'm accepted nevertheless. Het ding is, we hebben natuurlijk niet allemaal newcomers en rookies. We hebben gewoon een beetje een mix gemaakt van. We hebben een beetje een mix gemaakt van. En laten we hier ook weer gewoon even een leuke top 3 samenstellen. Gewoon accepted nevertheless. Inderdaad. Nevertheless. We hebben natuurlijk Lucio Brunzen. Die, ja, we weten het, die draait al een tijdje mee.